Het geneesmiddel van deze week is fentanyl. Waarom fentanyl? Fentanyl is een kortwerkende, sterke pijnstiller die vaak wordt gebruikt bij ernstige pijn. Fentanyl is een synthetisch opioïd met een zeer sterke affiniteit voor de mu-opioïdreceptor. Namelijk 100 keer sterker dan van morfine. Het heeft een korte werkingsduur en korte halfwaardetijd en is daarom geschikt voor kortdurende pijnstilling. Zoals bijvoorbeeld tijdens operaties. Door middel van gereguleerde afgifte kan het ook worden gebruikt bij chronische pijn. Fentanyl grijpt aan op de opioïdreceptoren en voornamelijk de mu-opioïdreceptor. Activering van deze receptor zorgt in het zenuwstelsel voor pijnstilling doordat de presynaptische release van neurotransmitters, uh, neurotransmitters wordt geremd. Sedatie, jeuk, misselijkheid, obstipatie, ademhalingsdepressie en myosis, dus pupilvernauwing, zijn allemaal verschijnselen die passen bij de activering van deze receptor en zijn de meest voorkomende bijwerkingen van fentanyl. Fentanyl wordt in het lichaam afgebroken door CYP3A4. Dit betekent dat wanneer een patiënt medicijnen of voedingsmiddelen gebruikt die CYP3A4 remmen zoals erythromycine, itraconazol of grapefruitsap kan de plasmaconcentratie van fentanyl stijgen en de dus zorgen voor een toename van de bijwerkingen. Van deze bijwerkingen als gevolg van een te hoge spiegel is vooral de ademhalingsdepressie van belang. Omgekeerd wanneer citria 4 wordt geïnduceerd, zoals bijvoorbeeld carbamazepine, rifampicine, fenobarbital of dexamethason kan de plasmaspiegel van fentanyl juist lager worden en dus minder pijnstillend effect geven. Dosisaanpassing van fentanyl kan dan nodig zijn. Andere belangrijke interacties zijn gelijktijdige toediening van fentanyl met SSRI's, SNRI's of MAO-remmers, omdat het een verhoogde kans geeft op het ontwikkelen van een serotonerg syndroom. Combinatie met een van deze middelen... Dient dus ook vermeden te worden. Alcohol en andere centraal dempende stoffen kunnen de kans op een ademhalingsdepressie vergroten. Bij combinatie van fentanyl met andere centraal dempende stoffen, stoffen wordt monitoring van de vitale functies geadviseerd. Naloxon antagoneert de werking van fentanyl en kan dus als antidotum worden gebruikt in geval van een overdosis aan fentanyl. Fentanyl is beschikbaar in diverse preparaten en elk preparaat kent zijn eigen indicaties. De intraveneuze toediening wordt vooral gebruikt voor analgesie op de intensive care en tijdens operaties. De neuspray is geschikt voor doorbraakpijn bij chronische pijn in de oncologie. Evenals de zuig- en koudbletten, die ook voor doorbraakpijn kunnen worden gebruikt. De pleisters worden gebruikt voor de onderhoudsbehandeling van chronische oncologische pijn. Deze pleisters geven continu fentanyl af en kunnen drie dagen blijven zitten. En hierna kan er weer een nieuwe pleister worden aangebracht. Maar het is wel belangrijk om patiënten te instrueren dat ze de pleister elke keer op een ander deel van de huid aanbrengen. Dan is er ook nog het elektronisch transdermaal systeem. En dat wordt vooral toegepast bij acute postoperatieve pijn. Met één druk op het knopje wordt er een shotje fentanyl afgegeven. Bij langdurig gebruik treedt de tolerantie op... ...door downregulatie van de opioidreceptor signaalroutes. En dat betekent dat er steeds hogere doses nodig zijn voor hetzelfde effect. Ook kan men na langdurig gebruik niet zomaar stoppen, vanwege het risico van ontwenning. En verslaving aan opioïden komt regelmatig voor en daar dient rekening mee gehouden te worden bij het voorschrijven. De sufheid is vaak het sterkste in de eerste twee weken van de behandeling. Er wordt daarom aanbevolen om de eerste twee weken van chronisch fentanylgebruik geen auto te rijden. Totdat de bijwerkingen zijn verdwenen. Fentanyl valt onder de Opiumwet en dient daarom voorgeschreven te worden met een recept wat voldoet aan de criteria van de Opiumwet. Dit betekent dat getallen voluit moeten worden geschreven in letters en alleen een volledige handtekening volstaat. Ook moeten volledige adresgegevens van zowel patiënt als voorschrijver op het recept staan. En let bij de pleisters op een juiste instructie. Samengevat: Fentanyl is een sterke pijnstiller die kan worden gebruikt tijdens operaties of chronische ernstige pijn. Het belangrijkste gevaar van overdosering van fentanyl is een ademhalingsdepressie. Daarvoor bestaat een antidotum, namelijk naloxon. Fentanyl wordt afgebroken door citria 4 en let daarom. Op interacties bij het starten met Fentanyl, er zijn verschillende preparaten beschikbaar, met elk een eigen toepassing.